Hallo kijkers van Nuke T. Ik ben Mark en ik ben vandaag weer met Hasselbein 4. De volgende keer ben ik hier gebleven. En ik ben even aan het kijken. Oh, Nederland heeft Allies. Of is in de Allies gegaan. En ik zie dat ik echt heel weinig manpower heb op een andere manier. Oké, hoe dat komt, geen idee. Ik moet alleen even kijken wat ik nu moet doen. Zo. Heb ik heel wat all over erbij, dingen dat. Misschien dat ik wat beter even kan stoppen met het aanvallen. Moet dit waarschijnlijk eventjes zodat ik... Oh, dat kan niet. Even zien. Oké, we hebben ook weer wat troepjes wat te zien. Ik weet niet waar allemaal divisies op PC zijn, maar dat maakt op zich niet uit. Deze zetten we gewoon even op de grens hier neer. En dan gaan we eventjes hier naartoe. We hebben ook nog wat military factories. Zit wel hier op. Nee, jullie en dan Zweden. Vind ik top. Nellens, het kapitje leed het. Is ook niet echt gek. Battle of Britain. Wat de hel is dat dan aan hiervan? Focus. Oké, dat is die dus. Execute Sea Lion. Dat zal dan best wel handig zijn. Dan zet ik weer hier af op de grens. Industrial Concern. En dan hebben we Combined Arms even erbij gekregen. Dat is ook wel nice. Doen we nu deze en dan hebben we daarna nog eentje die we nog moeten. Zit eigenlijk met onze vatlinie. Hier is al helemaal top. Oké, de rest komt er nog aan. Ook goed. Geen probleem. Oh ja, de Comintern heeft nog oorlog met Noorwegen, Zweden en Denemarken. Oké. Oké, deze die ga ik eventjes naar een eigen gebiedje neerzetten. Ik denk dat ik ze gewoon hier neerzet. Zien. Infantry Organizer Armor Officer. Jou wil ik naar Kiev binnenkort. Dus die gaan. Even voor jullie dan natuurlijk. Controls Bohemia. En Bohemia dat zit. Dat is zeker hier ergens. Ja, dat zit tegen hier. Ach ja, maakt op zich niet uit.
blijf gewoon een beetje troepen deployen. Zolang we de tijd er nog voor hebben. Jullie wil ik eigenlijk eerst richting de Sevastopolstad hebben. Oké, nee. Ik ga hier dit gebied gewoon focussen op Sevastopol en hierboven komt dan weer een nieuwe mensen met divisies. Mensen met divisies, volgens mij is het wel bijna hetzelfde, maar oké. Okay, waar zijn ze al mee bezig? Steeds research Landingcraft. Rot op dat ze niet echt hele hulp nodig hebben. Ze schittert. Of dat ze bijna geen divisies daar hebben. Hoeveel divisies hebben jullie eigenlijk? 103. Maar je hebt maar één divisie daar staan. Nou ja, je wint. Dus dat is top. Half hier. Die ook beter met de Sovjets kunnen treden. Doet dat wel in turn 2. Civilian economy, kan ik dat? Nee, ik heb betere warsport nog. Road to the Black Sea, Competition Line. Ik denk dat dat een lily bot daarvoor. Ah, nee. Deze vliegtuigen die heb ik hier op dat punt eigenlijk niet meer nodig. Stel ik hier wat naartoe. Jullie gaan hier. Zet jullie daar dan ook nog neer. Zo. Hebben we daar toch nog een beetje een aerial superiority? Maar ja, gewoon precies overal eigenlijk. Ja. Maar ja, hier hebben we dan sowieso nog een fortlinie, dus eigenlijk ook een fallback linie. Dat is wel goed om te hebben daar. Oké.
ja, je moet er sowieso wel naartoe gaan. Controls Dalmatia. En dat is zeker net die staat wie ik aan. Ja. Ja, dat kan dus niet. Deze wel gelukkig. Oké, waar hebben ze nou precies voor die? Oké. Holy pindakaas. Ja, Italië, dit krijg je dan. Oké, jullie pleur ik daar alvast eventjes neer. Dat geldt dan ook voor jou. Vliegtuigje. U-boat effort. Nou is capitulated. Oh, oh nee. Oh nee. Want die troepen, of want die border maar niet. Ik ga hier maar heen. Dit is een grotere angstaanjagende iets. Ach, zij zijn een justifier. juni. Oh, dat wordt een oorlog. Dat wordt zeker weten een oorlog. Okay, jullie moeten eigenlijk gewoon holden. Maar punt is, ze hebben ook al heel wat troepen hier staan. Waarschijnlijk voor de. Voor dit gebied. Dan moeten ze dan maar even massaal deployen dan, denk ik. Als ik überhaupt wil winnen. Deze kan ik wel gebruiken. Airland Battle. Hebben in ieder geval die focus gedeelte in ieder geval klaar. Oké, jullie gaan gewoon alvast in de Black Sea. Zijn misschien nog niet helemaal optimaal, maar dat maakt niet uit. Sure fleet. Of sure fleet. Oh ja, nu beginnen ze. Nu beginnen ze met de legers. Als het communistisch Frans dan ook nog in de Comintern gaat. Wat zat je allemaal aan het doen? Dan gaan jullie weer daarheen. Dan gaan we weer daarheen. Ja, wat is het nou? Ik ga jullie gewoon voor de zekerheid richting Minsk toepassen. Dat is misschien wel het beste. Jullie zet ik daar nog eventjes op. Iedere boost die ik kan gaan krijgen is handig. Nou,
dit gaat echt niet goed. Want mijn hele fortlinie is nog niet eens klaar. Nou ja, weet je wat? De bovenste fortlinie, dat maakt dan niet uit. Dit stuk. Positief is dat dit gebied in ieder geval bijna helemaal vol zit met forten. Belgian Congo. Prevent Turkey, ja, die kan je wel gebruiken, ook als het in hun eigen ding. Je kunt ze beter befrienden. Misschien is het beter als jullie even wat troepen naar mijn grens toe zetten, denk ik. Oké, dat moet even harder gaan, want daar hebben we nog heel weinig dingetjes voor. Oké, ik zet jou dan nog wel eventjes deze. Help, is het dat er nog voor elkaar kreeg? Maar beter dit gebied even protecten. Gaat nog wel een harde slag worden, denk ik. Oké, 9. Of ja, tot ongeveer 9 van de 10, als het kan. Gewoon maken. Oké. Zou ik nog even erbij kunnen maken. Misschien even wat vliegdoctrines. Formation flying. Force rotation. Ik ga begonnen met deze. Strategic destruction. Ik heb misschien wel best wel gebruikt. Oké, hoe lang heb ik nog? 19 juni. Ik zit er niet goed uitpakken eigenlijk. Maar hey, we gaan het zien, nog niet. Duitsland heeft natuurlijk ook nog best wel wat troepen. Die ik misschien wel erbij krijg als ze gaan helpen, maar. Oh, dit wat. Anti-tank en heavy tanks die zijn het enige die ik nog een beetje meer voor nodig moet hebben. Dus deze zet ik even gewoon helemaal bovenaan. Fik. Ja, jullie gaan me gewoon helpen.
Ik heb het nodig, oké. The USSR breaks the Molotov-Ribbentrop Pact. Zit met mijn SPOT. Oh god, Jesus. Fighters, ik heb heavy fighters. Oké, okay, ze zijn door een gedeelte doorgebroken. Fuck. Kan iemand me helpen? Duitsland, zit jij al in de oorlog? Help me, iemand. Jezus. Deze linie kan ik eigenlijk niet hebben dat hij weggaat. Uh-oh. Dit is niet goed. Maar ik ga nu deze aflevering afsluiten. De volgende aflevering ga ik kijken of ik dit überhaupt ga overleven. Ik heb echt zo'n gevoel van niet. Dus ik hoop dat ik het leuk vond. Geef een like voor het kanaal. En zie ik hem volgende keer weer. Later.